Oké, les 5. Dus even recupereren. Tuinieren heb je dus heel veel kennis voor nodig, want je moet weten wat je doet. Nou, dat leer je on the way. Dus ik ben er eigenlijk voor om gewoon wat te klungelen en te beginnen. Desnoods wat te snoeien. Gaat er een keer een plant dood, dan zoek je dat vanzelf op en denk je, hey, maar soms ontdek je dingen die heel handig zijn. Dus tuinieren heeft te maken met heel veel kennis, heel veel kunde, ervaring. Dus tuinieren wordt eigenlijk steeds leuker, als je tenminste goed en relaxed doet. En niet probeert een 9 te halen bij de tuinwedstrijd, hè, van de lokale middenstandsvereniging. Of zoiets. Snap je? Dus tuinieren heeft kennis en kunde nodig. En tegelijkertijd ook netwerk. Want als ik bij wijze van spreken stekjes van anderen krijg, kost het niks. Als ik met mijn andere tuiners ga praten, kost het niks. Dus op een gegeven moment, er zijn heel veel dingen. Dus een tuin kan je eigenlijk gratis maken en je kan er ook nog mee verdienen. Het is dat Monsanto er vaak bij de zaadhandel tussen zit. Maar voor de verre rest is een tuin eigenlijk een prachtig ding. Maar inderdaad, nog een keer, wat ik al zei, het is moeilijker dan geneeskunde. Dus je hebt er wel kenniskunde en netwerk voor nodig. Tegelijkertijd kan dat op ieder niveau. Ik ken tuiners die echt, ik zijn hele goede en iedereen heeft zijn eigen stilo, net als schilders. En eigenlijk ook als artsen. Dus nog een keer, tuinieren is een vak wat eigenlijk compleet kapot is gemaakt. Doordat het uit elkaar is gerukt door enerzijds hoveniers, anderzijds hobbytuiners, anderzijds weet ik het wat. En ook nog wat groene goeroes die een beetje door de natuur banjeren met een patiënt. Dus dat zit allemaal in dat tuinieren. Dus nog een keer, tuinieren is een vak en een kunst. Dit was even ter overbodigheid misschien of zo. Want dat heb ik eigenlijk al gezegd. Maar de meeste mensen vinden, hey, doe jij wat met planten? Planten, want dat zijn de meest wonderlijke wezens ter aarde. Snap je? Maar blij zijn dat je wat met planten doet. En maar blij zijn dat we zoveel weten over planten inmiddels. Dit soort moralistische praatjes doe ik meestal niet. Maar toch vind ik het op dit moment wel van belang. Want alle mensen die zeggen, joh, wat loop je te wouwskippen? Dan denk ik, joh, ga lekker je hoveniertje betalen. Hè? Ga lekker je biertje drinken in je tuin. Hè? Bij wijze van spreken, maar val mij niet lastig en beledig de planten niet en de natuur niet. Want daar kom je uit voort, vriend. Kijk, dit zijn die dingen die je eigenlijk wil dat de dominee op de kansel zegt. Maar dat doen ze niet. Die hebben het meer over God en over wat je moet doen. Maar goed, ik heb niks tegen geloven hoor. Zie maar de vorige matrix. Hè? Nou, misschien moet ik het niet zo emotioneel maken, maar van de andere kant, tuinier is ook emotioneel. Want als het regent gaat alles naar de kloot. Die hele oogst kan er in één klap uit zijn. Die pruimen, die hebben geen pruimen, want ja, het heeft gevroren. Maar vorig jaar hadden we heel veel. Maar goed. Die kweepeer doet heel goed. Dus snap je hem? En die bessen zijn ook oké. Die zwarte kan je niet vreten, maar dat is wel anders. Oké, maar die moet je er schijnbaar weer chutney van maken.